Doe maar opa. Niemand zit. Marleen. Snoepie. Snoepie. Mijn chocolade. Wat heb ik meegebracht? Een zuivervogel eten. Inderdaad, en wat staat er nog bij? Een vogeluisje. Een vogeluisje. En een boek. Vinden jullie dat niet mooi? Ja. Ja, wat een zeg, wat een chic vogeluisje. Zet u maar neer. Dat is toch geen vogel? Zet u neer. Dat is toch geen vogel? Ja, binnen niet, hè. Maar wel... Maar we gaan naar buiten. Inderdaad, Otman heeft gelijk. De pinguïn is een vogel. Ja, je hebt gelijk. De pinguïn is een vogel, maar die leeft niet hier. Waar leven de pinguïns? In de Zuidpool. Op de Zuidpool, inderdaad. Daar is de Zuidpool. Maar... Nee, zet u neer. Oh. Dat is een Zuidpool, maar al je oud. Wij gaan leren over de vogeltjes in de winter vandaag. En ik heb dat vogeluisje meegebracht. Weet je wie dat gemaakt heeft? Nee. Mam. Nee, niet mijn man. Zijn broer. Zijn broertje heeft dat gemaakt. Die zit daar nu op school en die is aan het leren hoe die allerlei dingen moet maken met hout. En die heeft dat helemaal alleen gemaakt. Zijn broer. Mooi, hè? Zijn broer. Victor noemt hij. Victor. Ah, dat is een liefje. Dat is mijn kaartje. Noemt hij ook zo, ja, liefje? Daar zit chocolade aan. Nee, daar zit geen chocolade in. Neem eens het doosje, Wiam. We gaan niet piepen wat er is. We hebben het doosje gekregen van juf Chantal. Vogel. Snoepjes. Nee, het zijn geen snoepjes. Chocolade. Wat is dat? Ah, we hebben het al gedaan. Het winter bij Rebecca. Is het waar? Wat heb je toen gedaan? Ik wil vogels eten doen. Ja, we hebben het in waar? De bomen gedaan. Wat is dat? En hebben jullie dat toen zelf gemaakt? Nee. Juf Rebecca heeft dat gekocht. Ja. Ja. Er zitten twee gaten. Ga eens uit de weg. Ik snap niet wat jullie zeggen. Hij had de poeder niet kunnen vangen. En die ook. Ja. Daar hangt een plankje aan de onderkant. En daar hangen haakjes aan. En dan kan je dat zakje daar aan hangen. Wacht, het lukt me niet van de eerste keer. Kijk, ik zal het plankje er eens van onder nemen. Mag je dat? Ja, van hem. Ja, ik maak het niet kapot, hè. Dan kan het zakje erdoor. Dan kan je het plankje er weer in hangen. Ga je zitten. En dan is er eten voor de vogeltjes. Dan kunnen die in dat huisje komen. Ja, binnen zijn geen vogeltjes, hè. Maar we gaan dat buiten zetten. We gaan dat straks buiten zetten. Maar we gaan eerst, want die twee balletjes moeten we teruggeven aan juf Chantal. Wij gaan eerst onze eigen balletjes maken. Wij gaan dat doen met die zaadjes die ik daar gekocht heb. Ja, voor de vogeltjes, met zaadjes, ja. Vogeltjes eten dat graag. Joepie! Goed? Ja, je mag het huis op. Oké, dan gaan we beginnen. Oei, Adam is er niet. Dan moet ik potten voor wie dat bonnetjes mag uitdelen. Ga maar zitten. In het bos, daar loopt een jaar.